Voetbalclub TSC uit Tiel heeft een nieuwe hoofdcoach voor het eerste elftal. Het is de 63-jarige Frits van den Berg uit Maurik. Van den Berg, bezeten van het voetbalspelletje, was eerder werkzaam voor de KNVB en diende ruim 14 jaar Vitesse uit Arnhem. Woensdag 13 mei werd een verbintenis getekend voor een periode van 3 jaar. TSC moest op zoek naar een nieuwe coach omdat de huidige trainer, Hanky Leetemia, gaat coachen bij Brabant United en assistentcoach wordt bij FC Den Bosch. Hanky heeft een contract gekregen bij FC Den Bosch. Die moesten we laten gaan, want die hebben een ontzettend mooi contract gekregen dat hij daar een vaste baan heeft gekregen. Ook daar is TSC trots op. En daar is TSC trots op, want we hebben hem natuurlijk mee mogen opleiden. En Frits van den Berg is een gelauwerd trainer die al zijn diploma's heeft. En we gaan nu de topklasse spelen. En Frits van den Berg is bereid gevonden om ons daarin te gaan coachen en te kijken of met het team en de begeleiders die we hebben en de technische staf hebben we besloten om dat deze man het beste past in ons profielplaatje. Lang gewerkt bij Vitesse, 14 jaar in totaal. Eerst in de belofte 5 jaar als parttimer en daarna nog ruim 8-9 jaar met de eerste elftal, met de jeugd. Ja, daar heb ik tot 2004 mogen werken. En nu het vizier op de toekomst. TSC natuurlijk een fantastische uitdaging. Ja, dit is voor mij een lot uit de loterij. Ik heb het gevoel dat ik een beetje... Ik zei het gisteren tegen mijn vrouw. Ik voel me even Rijkaard. Die degradeerde met Sparta. En die werd in één keer trainer van Barcelona. Nou, zo voel ik het ook. Ik ben een gelukkige voorzitter. In de zin dat we het gewoon ook qua trainerskwaliteit gewoon goed hebben kunnen oplossen. Hanky heeft het goed achtergelaten. En deze man, daar hopen we nog 2-3 jaar ontzettend veel plezier van te beleven. En dat we nog een stap verder kunnen zetten. Maar ook niet alleen consolideren, maar ook kunnen kijken van hoe ver kunnen we komen in die topklasse. Om te kijken van hoe ver dat we daar aan de top kunnen komen.